en verrijkt door waardevolle levenslessen. Ik heb hier een voorbeeld van. Ik weet niet of ik het allemaal zo kunt zien, maar dit was een schaal. Die is gebroken. En de stukken zijn met goudkleurige lak weer aan elkaar gelijkt. De buitenkant en de binnenkant, maar veel stukjes moet ik zeggen. Dat is gelukt, het is weer één schaal geworden. Kun je mooi vinden, je kunt zeggen, nou, die schaal zoals die was te horen. Ik moet wel zeggen dat ondanks het bestel best wel splintertjes, scherpe splintertjes weg zijn. Dat is misschien ook wel symbolisch, zeg maar, voor het proces waarin we met elkaar zitten. Maar ook zo kun je dus naar het verleden kijken. Ook naar het herstel van het verleden. De verdering is natuurlijk verder dan nu. Deze gebroken schaal, maar wel hersteld, die werk ik straks ook als symbool aan dominee Jan Winter aanbieden. Als een beeld waarin we de scherven niet wegkoppelen, maar het toch weer een eenheid is ontstaan met een eigen geschiedenis waarvan we hopen te leren. In mijn gesprekken informeer ik ook in mijn gesprekspartners aankijken tegen de toekomst van de kerk. Als een rode draad kwam erin naar voren, de oproep, en van u, laat de eenheid blijven. En is open naar andere kerken en betrek ook die hierbij. Ten slotte haal ik enkele citaten aan van professor Arnold Huiger, oud-plaatsgenoot, verbonden aan de christelijke gereformeerde kerk en tegenwoordig professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ontleen die uitspraak aan zijn boek over Maria. Woorden over kerk zijn als richting voor de toekomst. Het is mijn selectie. Hij schrijft: de kerk begon met de moeder van Jezus en de discipel die hij lief had, verbonden door Jezus' woorden aan het kruis. Jezus sprak aan het kruis tegen zijn moeder, Maria, en de apostel Johannes: vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de apostel Johannes Maria bij zich in huis. Dat was het. Maria was dus niet de moeder van Johannes. Ze moesten voor elkaar zorgen als en zo waren op elkaar aangewezen. Zo is de kerk. In de kerk hebben we elkaar niet geselecteerd, maar zijn we aan elkaar gegeven. Om elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen. Dat de gekruisigde Jezus dit zijn, onderstreept dat dit niet altijd gemakkelijk zal zijn en zelfs offers zal vragen. Toch blijft de kerk zorgen en troosten. Dit is geen goedkoop sentiment. De kerk leeft van de troost die de inzet wordt van de Heidelbergse catechismus. Dat ik mijn lichaam in ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. De kerk verdient het kritisch gevolgd te worden, omdat ze haar roeping van moederlijke zorg niet altijd waarmaakt. Als de verkondiging vervlakt of het sacrament weinig wordt gebruikt, vermagert het christelijk leven en leiden de kinderen aan de ondervoeding. De kerk weet dat het leven weerbarstig en geregeld oneerlijk is, dat het zomaar geknakt en gebroken kan worden. De kerk begon immers met een moeder die haar kind verloor aan de dood. Tegelijkertijd deelt de kerk de tekenen van Jezus lichaam en bloed in de verwachting dat hij komt. Jezus' opstanding is de bron van troost. De kerk deelt de troost waar ze van heeft. Allereerst in de liturgie, de doorgaande dienst aan God, waar die eredienst een concrete gestalte van is. Dat vraagt om verkondiging die werkelijk woord van vertroosting is. Vanwege het goede nieuws van de gekruisigde en opgestaande Jezus en ongeregelde bediening van de sacramenten. Jezus werd aan het kruis door God verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Deze waarheid vraagt op om te worden gezongen. Soms heeft de kerk helaas niet getroost, maar verwond. Kwetsbare mensen die aan de zorgen van de kerk waren toevertrouwd,
werden misbruikt. Mensen liepen tegen muren van kerkelijk traditionalisme en voelden zich juist verloren te midden van vernieuwingsdrang. Of zij ervoeren dat hen in hun oprechte overtuiging geen recht werd gedaan, vroeg ik hier aan toe. De kerk is onvolmaakt en verdient kritiek. Intussen is de kerk juist de plaats waar gebrek en gebrokenheid er mogen zijn. De troost waar de kerk beleeft, smeert immers de wonden niet stijlrecht. Sommige wonden blijven open, sommige littekens blijven trekken. Pas als Jezus Christus komt, is de troost volkomen. Tot die tijd is Maria doorzichtig, tot op Gods genade zal de kerk dat ontzijden. Tot zover bij het haar. Wij mensen waren er soms van. We houden er samen vast. De kerk van alle tijden heeft slechts één vaste grond. Het is Christus die door lijden zijn volk aan zich verbond. Dat dit besef onze verbondenheid aan de kerk van alle tijden tot de lengte van jaren maar blijven stemmen. Tot zover. Alsjeblieft. Hier is de